Danielle, ontzettend fijn om hier aanwezig te zijn bij jou in jouw lokaal bij sociaal werkbedrijf Promen hier in Gouda. We gaan het hebben over de digitale samenleving en hoe inclusief of niet inclusief die is. Wat betekent digitale samenleving voor jou? Digitale samenleving betekent voor mij, ik vind het sowieso heel handig dat we alles via internet en zo kunnen bankieren, afspraak maken met de dokter, je recept bestellen, je loonstrook zelf uitprinten en ik vind het helemaal top. Je bent leerambassadeur hier bij Promen. Kun je vertellen wat dat precies inhoudt? Wat wij doen is, we doen mensen proberen zelfstandiger te maken in het dagelijks leven qua lezen, taal, digitale vaardigheden. Hoe moet ik stemmen bijvoorbeeld ook? Ja. Hoe moet ik op plek komen, onze eigen intranetomgeving? Daar help ik ze bij. Ik ondersteun ze daarin. Heb je dan een soort checklist van dit is wat je moet doen? Of draai je hem eigenlijk om en werk je vanuit hun behoeften, hun dagelijks leven? Hoe werkt dat? Nou, we hebben wel een standaard module waar we mee starten eigenlijk. Waarbij je leert e-mailen, je leert alle knoppen van de computer een beetje kennen. De veiligheid is voor mij het belangrijkste en dat ze zich vertrouwd voelen in het begin. En kun je voorbeelden noemen van wat je hebt gezien, wat digitale vaardigheden opleveren voor mensen? Hoeveel wil je er hebben? Ja. Vertel, noem een paar voorbeelden. We hebben een prachtig traject hier gehad over chippen. Mensen moesten op een gegeven moment zelf met het vervoer komen. Mensen die zelf hun loonstrook kunnen printen, wat ze al geweldig vinden. En, het is echt van klein naar groot en het is voor iedereen anders wat ze... En wat zie je dat er gebeurt met mensen? Want ik hoor ook een beetje zeggen, er gaat een wereld voor ze open. Ja. Kun je dat in woorden beschrijven? Wat doet dat met mensen met wie je werkt? Ja, je ziet ze binnenkomen heel onzeker en vaak heel stil en een beetje onzichtbaar, zeg maar. Ja, meestal als ze hier weggaan, dan gaan ze met een rechte rug en lachend weg. Ja, je ziet ze gewoon groeien. En met de keer dat ze komen, worden ze zelfstandiger. De eerste keer dat ze hun loonstrook printen, het betekent gewoon ontzettend veel voor hun. Als je altijd hoort dat je iets niet kan en het lukt je dan gewoon, dan is dat geweldig natuurlijk. Nou heb ik gelezen in een interview dat jouw haren er recht van overeind gaan staan over alle vooroordelen en aannames over mensen. Verschrikkelijk. Die in sociale werkbedrijven werken, waarvan je zegt, die krijgen altijd een label opgeplakt. Klopt. Kun je daar iets van onder woorden brengen? Mijn haren gaan nu weer overeind staan. Waarom word je daar zo boos over? Ik vind dat gewoon heel naar. Ik vind iedereen kan iets, weet je. En of het nou in de rechte weg gaat of het gaat zo, dat doet er niet toe. Steun ze daarin en vier die successen. Ja. Dat vind ik gewoon heel belangrijk, want ze kunnen zoveel en ze worden zo onderschat. En wat zou dan jouw oproep zijn aan iedereen in hun omgeving, familieleden, jobcoaches, hulpverleners, teamleiders? Kijk naar wat ze wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Dat is niet zo belangrijk. We kunnen allemaal wat dingen niet en ieder heeft zijn eigen talenten en dat geldt voor hun ook. En ze kunnen gewoon zoveel en als je die successen viert, dan kunnen ze zo groeien. En ja, dat is geweldig. Dat is het leukste. Ik zie dat je ook helemaal straalt en dat echt jou ontzettend veel doet. Dus je zegt eigenlijk ook, kijk naar iedereen als gelijkwaardig en volwaardig. Ja. En de ene kan dit en de ander kan dat. En de ene heeft de ene behoefte en de andere behoefte. Ja. Maar iedereen van. Kan stapjes maken. Ja. Het gaat dus om praat en luister naar de mensen om wie het gaat. Ja. Kijk niet in het kadertje, denk buiten de kaders. Denk buiten het niet kunnen. We lezen een document over iemand, dat staat er. Weet je wel, maar ga ook in gesprek met die persoon. Ga ook vragen, hoe ervaar jij dit? Wat wil jij? Wat zou jij graag willen? Ik luister gewoon. Danielle, dank je wel voor dit fijne gesprek. Ja. Je bent niet alleen een leerambassadeur volgens mij binnen Promen, maar ook daarbuiten. En er is nog heel veel werk te doen, maar met mensen zoals jij komen we er zeker. En jouw boodschap is heel luid en duidelijk en iedereen zou daarmee aan de slag moeten gaan. Dank je wel. Ja, u bedankt ook.